Het doel is juist om een permanente geldontwaarding in stand te houden. Thierry Baudet in Westervoort. Sommige mensen zeggen dat je de lange arm van Rusland tegenwoordig bent. Dat bij de lokale verkiezingen. Moeten bijvoorbeeld in Arnhem vluchtelingen worden opgenomen uit de Oekraïne? Nee, ik ben ervoor om te supporten dat vluchtelingen kunnen worden opgevangen in de grenslanden met Oekraïne. Dus bijvoorbeeld Polen. Maar waarom niet hier? Ik denk dat het dan vol genoeg is in Nederland. Ja, maar er is nu echt een vreselijke oorlog daar aan de gang. Ja, daarom ben ik er ook voor om geld te sturen naar Polen om daar mensen op te vangen. Maar het feit is dat er miljoenen mensen daar de grens deze kant op komen. Hoeveel mensen moeten we dan in Arnhem opvangen of helemaal niet? Nee, niet in Arnhem. Ik zou zeggen in Polen of in Roemenië, in de grenslanden. En waarom niet dan? Want ja, het is toch een vreselijke oorlog die daar gaande is. Ja, dat klopt. Mensen zeggen dat, hè? Je bent veel op de hand van Poetin. Is dat zo? Ja, te veel is een waardeoordeel dat iedereen zelf moet maken. Ik vind wat Poetin doet heel begrijpelijk in elk geval. En ik denk dat Rusland weinig andere keus had. Maar het is natuurlijk heel tragisch dat dit gebeurt. Het is verschrikkelijk. Maar het is de schuld van het Westen. En het Westen moet eens een keer de NAVO, EU, Amerika... moeten eens een keer leren begrijpen. Het Westen gooit die bommen niet op die flats. Dat doet toch Poetin? Nou, dat doet de Oekraïnse regering ook. Hè. Het is al 8 jaar lang voert de Oekraïnse regering natuurlijk oorlog tegen zijn eigen burgers. Maar er is nu dus daadwerkelijk een gewapend conflict ontstaan in Oekraïne. Beide zijden bombarderen. Beide zijden maken slachtoffers. Dus heel moeilijk om te zien. Maar dat is wel een groot verschil tussen de bombardementen die volgens... Mij is geen bombardement door de Oekraïners bekend dat zo groot is op menselijke doelen. Dan volg je waarschijnlijk alleen de westerse media. Ja, ja. Oké, dus het is mijn schuld. Ik had andere media moeten raadplegen. Ja, ja, de westerse media zijn extreem eenzijdig. Maar de andere media zijn ook extreem eenzijdig. Dat weet je. Kijk nog, journalisten gaan het land daaruit, Rusland uit. Daar krijgen we trouwens ook vluchtelingen van. Moeten die dan wel worden opgenomen in Arnhem? Nou, even over de media. Ik denk dat er heel veel media en commentatoren zijn die proberen om op een neutrale manier verslag te doen. Dat is echt anders dan de wijze waarop dat in Nederland gebeurt. Als het gaat om vluchtelingen uit Rusland, wat u noemt... Moeten die wel welkom zijn? Nee, ik ben er dus een voorstander van dat mensen daar worden opgevangen. En ik denk dat in Nederland voldoende mensen zijn. Maar ik denk wel dat wij daar steun aan kunnen geven. Wij kunnen financiële steun geven, voedselsteun desnoods. Laat ze het in Polen maar uitzoeken. Maar Polen kan ook niet, hè? Want ook Rusland loopt leeg nu. Dus we krijgen niet alleen Oekraïnse vluchtelingen, maar ook Russische vluchtelingen. Ja, hoe bedoel je loopt leeg? Nou, veel Russen proberen nu het land uit te vluchten, omdat ze daar geen toekomst meer zien. Omdat ze niet meer in Rusland kunnen zijn of niet kunnen leven. Nou ja. Dus ze krijgen ook een vluchtelingenstroom uit Rusland. Ja, kijk, alles is natuurlijk taal, hè? Dus loopt leeg en dat soort termen. Kijk, ik ben ervoor dat wij de oorlog zo snel mogelijk beëindigen. En dat kan met een vingerknip. Hè? Dat moet Poetin. Nou, Poetin zegt elke ochtend, ik wil deze oorlog niet. Ik wil de Oekraïners niet aanvallen. Hij wil alleen dat Oekraïne neutraal is. Dat het niet... hij zegt ook, van, ik bombardeer geen menselijke doelen. Maar dat doet hij wel, want daar zijn we wel beelden van. En die zijn niet gefotoshopt. We weten niet precies wie welke bombardementen doet. We weten één ding zeker, de Oekraïners bombarderen al 8 jaar burgerdoelen. He, dus de Oekraïnse regering bombardeert al 8 jaar burgerdoelen in het eigen land. Er is echt Poetin. Nee. Dat is ook niet propaganda. Nee, er is al 8 jaar een burgeroorlog gaande. Waarbij Kiev, de regering in Kiev, clustermunitie, vacuümbommen enzovoorts gehanteerd op de eigen bevolking in het oosten. Dat is de context van dit conflict. Zo is het ontstaan. En er is ook al 8 jaar een drinkwaterblokkade van Kiev tegen de bewoners op de Krim. Dus er is al 8 jaar een burgeroorlog gaande in Oekraïne. Maar dat is toch geen legitimatie om nu maar allerlei woonwijken daar weg te bombarderen? Maar ik heb het niet over legitimatie. Nee, het legitimeert bedoel ik toch niet de bombardementen die we nu zien die Poetin uitvoert? Maar ik heb het toch niet over legitimatie? Nee, maar, ja, maar dat u zegt, de Oekraïners die doen dat ook.
Maar dus mag dat dan maar... Is dat dan een reden dat Poetin dat dan nu ook zou mogen? Ik heb het er niet over mogen. Ik heb het er niet over legitimatie. U blijft daar maar in vastzitten. Er is een hele sterke behoefte bij de Nederlandse journalisten... om de good guys en de bad guys te identificeren. Goed en kwaad. James Bond en Blofeld. Ja, ja. En dat is gewoon helemaal niet hoe de wereld werkt. Kijk, wat het Westen heeft gedaan... met al die regime change operaties... is een ongelooflijke, agressieve politiek voeren... richting alle landen in de wereld. En Poetin kon niet anders, zegt u eigenlijk. Ja, dat heb ik steeds gezegd. Hè. Dus ik denk dat Poetin kan ook die bommen niet gooien. Maar hij doet het wel. Ja, dat is een keuze. Ja, dus Oekraïne kan ook zeggen... wij gaan niet bij de NAVO. Ja. Dus, ja, Poetin voelt zich bedreigd. Maar oké, maar om dan nu echt menselijke doelen te bombarderen... op de manier zoals het nu gebeurt... dat is lang niet gezien. Volgens mij valt dat ontzettend mee. Voor alle informatie die ik heb over de Russische oorlogshandelingen in Oekraïne... Zou die informatie waar u zich op baseert dan ook al gekleurd kunnen zijn misschien? Kijk, alles kan in theorie, maar het antwoord dat ik wilde geven is dat... voor zover ik weet, het Russische militaire optreden in Oekraïne tot op nu toe extreem mild is... met de hele duidelijke bedoeling om... de Oekraïense bevolking aan de Russische kant te krijgen. Rusland wil helemaal geen oorlog tegen Oekraïne. Rusland wil vrede. Rusland wil de Oekraïners hebben er ook niet om gevraagd. Maar goed, oké, okay, hier komen we misschien niet aan. Dat is de vraag. Dat is de, kijk, de Oekraïners, Oekraïne is natuurlijk geen democratie. Oekraïne is een corrupte staat die door de CIA wordt bestuurd... via een puppetregering. En die stuurt aan op oorlog. Die stuurt aan op conflict. En... ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Hè? Verschrikkelijk, dat daar geen misverstand op staat. Alleen, het is het schuld van het Westen. Dan nog even de laatste vraag. De Russische vluchteling en de Oekraïnse vluchteling... die komt hier in Nederland aan, maar u zegt, blijf daar. Opvang in de regio. Nou, maar in welke regio dan? Want ze vluchten allemaal weg. Nou, ik zou zeggen, in staten die bevriend zijn met de respectieve... staat waar de vluchteling uitkomt. Dus ik zou zeggen, voor de hand liggend voor Oekraïense vluchtelingen is Polen. Voor de hand liggend voor eventuele Russische uitreizigers is Wit-Rusland. Dan nog laatste ding, ze komen niet naar Arnhem dus, begrijp ik. Wat ons betreft niet. Nee.